Hoi allemaal en welkom in het kleine vlogje. Ik ben naar de kapper geweest. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Een beetje korter. Ik geef jullie vandaag een roomtour en mijn schooloutfit voor tomorrow back to school. Hier heb ik mijn bed en mijn nachtkastje. Daarboven heb ik dit en nog een kastje. Waar dat hier mijn bureau staat. En hier allemaal Lego Harry Potter en mijn klerenkast. En hier ook nog veel dingetjes. En hier heb ik nog een andere kast met allemaal speelgoed van binnenin. En mijn kamer is niet zo heel erg groot, maar ik vind hem wel echt mega mooi. Hier zie je nog een keer het beeld. Dus ik ga mijn school af voor back to school en jullie laten zien. Ik weet nog helemaal niet wat ik moet pakken. Dus ik ga nu naar mijn klerenkast gaan. Oké, ik ga nu en het wordt morgen wel een beetje koud. Het is wel zomer, maar het is wel koud nu. Dus ik ga wel iets kouds pakken. Alleen weet ik het nog niet zo goed. Ik heb nog niet echt na kunnen denken. Nee, ik ga wel geen trui pakken. Ik denk dat het wat te warm gaat zijn. Maar ik ga ook geen kleedje pakken. Ik ga hierin, is het allemaal... Leuke t-shirts en zo. En dan ga ik een t-shirt uitkiezen. Nu. Ik heb echt super veel t-shirts en ik kan echt niet kiezen. Nee, deze. Die vind ik niet zo mooi. Maar bon, als ik win. Ik moet winter t-shirts hebben. Ik wel warmere t-shirts. Bon, ik doe maar deze. Niet dat ik die niet lelijk. Het is niet dat ik die lelijk vind ofzo. Maar ik heb die nog nooit aangehad. Ik heb die net nieuw gekocht. Deze. Hij is gewoon nog een beetje groot. Maar ik denk dus dat ik deze ga pakken. Oké, dus het wordt dan deze. En nu moet ik ook nog op zoek gaan naar een broek of een rok of iets voor eronder. En dan moet ik even deze schuif hier pakken. Maar dan moet ik het maar even gaan bekijken hoor. Nee, dat past daar niet zo goed bij. Dat ook niet. Deze gaat te koud zijn. Ik denk dat ik een broek moet aandoen hoor. Ik denk dat ik het anders... Waarom heb ik geen goede kleren? Wat is dit? Waarom heb ik geen goede back to school kleren? Ik ga maar in... Ik vind deze ook eigenlijk helemaal niet zo'n mooie t-shirt. Ik ben iemand, omdat, ja, back to school moet je er een beetje goed uitzien. Om naar school te gaan. Dus ik ga dan maar voor iets anders gaan, want ik heb dan nog een leuk ideetje. Om dan misschien toch nog een kleedje te pakken. Ik heb nu wel al een dag een kleedje aangehad, maar dat scheelt mij echt niks. Hierin liggen mijn kleedjes. In deze schuif. En mijn pet is echt rommelig. Ik ga een beetje opmaken. Zo. Het is niet perfect opgemaakt, maar ik ga het niet zeggen. Dat gaat wel wat te koud zijn. Oeh. Ik weet het niet, hè. Misschien kan ik er zo'n leuk truitje bovenaan doen. Dan kan ik wel een zomerkleedje pakken. Maar gaat er raar staan mijn connoisseur. Ik zie nog. Oh, dat vind ik echt een leuk kleedje. Want dat is echt zo'n zomerkleedje. Dat is deze. Dat is echt een leuk kleedje. Oh, of anders pak ik dat, maar dat is ook weer zo een zomerkleedje. Wat is dit? Waarom heb ik geen kleedjes? Ik vind gewoon geen goed kleedje. Misschien is er mijn andere schuif nog wel liggen van kleedjes. Ja, oké. Ik denk dat ik hieruit ga moeten kiezen. I don't know. Oh, of misschien pak ik gewoon die. Oh nee, of deze. Of deze anders. Nee, die is niet... Waarom heb ik geen goede kleren? Oké, ik ga gewoon voor deze. Oh, deze. Dit kleedje. Dan moet ik nog... Sokken of collage pakken. Ik weet het niet. Ik vond deze vandaag wel een beetje koud. Zeker voor buiten. Nee, voor buiten ga ik hogere sokken moeten hebben. Ik ga hoge sokken pakken. Die heb ik ook een laatste keer gekocht. Alleen weet ik niet meer waar dat hier nu ligt.
Ah, ik kan wel een scrunchie pakken. Misschien deze. Nee, deze. Ja, die. Ik moet even op mijn oh, dat is een lut. Knal deze. Dat zijn mijn kniekousen. Die zijn ook wel echt handig daarvoor. Ja, oké, dit wordt mijn outfit voor morgen. Dus gewoon dit kleedje.